Raadslid in Den Haag vertrekt bij de VVD en neemt een zetel mee. VVD met één zetel minder verder in de gemeenteraad. Martin van der Goorberg verlaat na minder dan een jaar de VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad, maar behoudt zijn zetel en zal als zelfstandige fractie onder de naam Groep van den Goorberg verder gaan. Tevens heeft van der Goorberg zich aangesloten bij de partij Ja 21, die geen zetel heeft in de Haagse raad. Deze overstap volgt na 18 jaar lidmaatschap bij de VVD. En sinds oktober vorig jaar was van der Goorberg lid van de gemeenteraad, waar hij de plaats innam van Alexander Roep. In een persbericht heeft van der Goorberg zijn keuze toegelicht, waarbij hij aangaf dat zijn conservatief-liberale overtuigingen en normen beter passen bij Ja 21 dan bij de VVD. Hij benadrukt dat zijn beslissing zorgvuldig is overwogen en als zelfstandig raadslid wil hij zich vooral richten op het bevorderen van het ondernemerschap in de stad. De VVD reageert teleurgesteld op het vertrek van van der Goorberg. Fractievoorzitter Lotte van Basten-Batenburg zegt dat ze zich overvallen voelt door het nieuws. Ze uit haar spijt over zijn vertrek en roept van der Goorberg op om zijn zetel op te geven. Volgens van Basten-Batenburg hebben de kiezers in 2022 de VVD 7 zetels gegeven en om recht te doen aan deze verkiezingsuitslag willen ze dat van der Goorberg zijn zetel teruggeeft aan de partij. Dit om te voorkomen dat de partij raadzetels verliest door zijn overstap.